Ik ben Jan Longin, ik ben uit Opwijk, ik ben minner met mijn team Vossendries. Wij zijn allemaal lid van de Trekpaardminners, een vereniging dat mint met trekpaarden, zowel competitief als wandelingen en andere. Vandaag nemen wij hier deel met onze club aan de wedstrijd Maaienberg Kermis. Wij zijn hier een apart onderdeel. Met de trekpaardminners, juist met de trekpaarden, rijden wij een afstandsritje van 10 kilometer, maar allemaal samen, rustig. En we hebben tussendoor een tussenstop gedaan en dan hebben wij allemaal samen rustig gegeten. Daarna hebben wij allemaal een vaardigheid gedaan, een kegelparcours uit 19 poorten. Nadien twee vaste hindernissen en straks gaan wij nog drie trekpaardproeven doen, waaronder de flessenpluk, het palen slepen en een slede met band dat door een kegelparcours moet getrokken worden. Onze vereniging bestaat vooral uit beginnelingen, maar ook mensen die al meer ervaring hebben. En het is de bedoeling voor de mensen die beginnende zijn, voor die te helpen en ook laten leren kennis maken met de trekpaardminnen. Zodoende dat we terug meer leden hebben en dat de groep altijd maar vergroot. Maar de bedoeling is echt voor elkaar te helpen en altijd een leuke dag te hebben. Wij vinden het belangrijk van, dat de trekpaarden terug gezien worden, omdat alle activiteiten waar dat ze eigenlijk voor bedoeld waren vroeger, zoals op het land te werken, boten trekken en dergelijke, dat dat al maar vergane glorie is. Daardoor zijn er steeds minder en minder trekpaarden. En wij zouden graag hebben door deze wedstrijden dat de mensen terug de trekpaarden zien, dat ze terug een doel krijgen en dat iedereen er ook, dat de paarden terug aan het werk geraken en dat er iedereen interesse voor heeft. Zo is het ook bij ons, bij de trekpaardminners. Alle rassen zijn welkom, alle koudbloedrassen, vanaf dat ze maar 800 kilo wegen, mogen bij ons meedoen. Wij maken geen enkel onderscheid en dat vinden we ook wel het leuke daaraan. Excellence Michel, als voorzitter of als starter, vroeger jaren voor de oorlog, stonden hier in de wijk 7 spiegeltenten. En dan met de oorlog is dat stilgevallen en in de jaren 72 zijn wij ermee terug herbegonnen. Ook omdat, dat was hier een wijk waar dat 15-20 huizen stonden, meer niet. En de mensen kwamen niet zo goed meer overeen. De ene sprak tegen de ander niet. En ik was gewoon van, ik kwam uit Assen en wij vierden elke week iets.
En dus heb ik getracht voor die mensen, begint al, hè. Dat is gelukt. Nu zitten we hier toch met 40 helpers uit de buurt. Mensen spreken tegen elkaar en zijn, hè, dat is formidabel gelukt. In het begin zijn we met die kermis gestart, heel klein dus, met de buurt. En dat is stilletjes aan gegroeid. 10 jaar hebben we een spiegeltent gezet met een orgel. Die een orgel zijn we blijven zetten. De spiegeltent is er van tussen gegaan omdat die te klein was. En omdat die ook te duur kwam. Zo, een kwestie van ons verdiensten. Ja, we deden dan kleiduif schieten. We moeten wat inkomen hebben ook. Hè. En kleiduifschieting is dan verboden in Opwijk. Zijn we op Merchtem grondgebied Merchtem gaan schieten, dan mochten we wel. Totdat dat ook gedaan was. En dan zijn we met de paarden begonnen. Hè. Echt een boerenkermis nog.